What's up mensen, Marketing Word Dynasty met vandaag weer een nieuwe squad builder. Nou, dat 10K-team werd enorm goed ontvangen en dat vind ik hartstikke fijn om te zien natuurlijk. Deze keer wilde heel veel van jullie iets duurder team, heel veel van jullie hebben natuurlijk squad building challenges, gewoon door games spelen al heel wat coins. Dus daarom kost dit team nu 40k. Nou, zoals altijd is de vraag, als deze video weer de 1000 duimpje omhoog kan halen voor middernacht, dan upload ik morgen weer. Maar als deze video, maakt niet uit wanneer, de 2000 likes had, dan beloof ik officieel dat mijn volgende video, althans mijn volgende squad builder, gewoon een goede hybrid zal zijn. Ik weet in de comments, ik merk het aan de vorige, dat mensen dat geen hybrid vonden. Kan ik me ergens in vinden, weet je, het is niet de shit die je op Futhead ziet. En dan beloof ik ook dat als deze video de 2000 likes had, dan wordt de volgende een hybrid waar je ook daadwerkelijk van kan zeggen dat het waarschijnlijk een hybrid is. Dus 3 leagues of meer. Maar, dus doe alvast een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Dit team kost dus ongeveer op het moment dat ik het opneem 40 à 45.000 coins. Het verschilt een beetje per console. PlayStation is iets duurder, maar je kunt spelers sniper. Dan kun je altijd een paar goede deals pakken. Dus dat is iets waar je rekening mee moet houden. Voordat je af gaat vragen in de comments, waarom gebruik je die of die bepaalde speler? De reden is chemistry styles. Als je die video niet hebt gezien, kun je dat ietsje rechtsbovenaan in klikken. Maar zonder al te veel gedoe. Op doel gooien we Loiscarius. Hij is goed. Hij is fucked up goed. Rechtsback is, deze man heb ik wel gekocht. Dit is Antonio Valencia. Hij is voor het eerst in jaren een goede rechtsback weer. Nou, ik ben blij om te zien, zijn stats zijn super goed. Mocht je je afvragen waarom hij en ander niet, ik zei het al, chemistry styles. Dan gooien we Kurt Zuma aan. Hij heeft medium work rate. Ben ik niet de grootste fan van. Low high of medium high zijn eigenlijk wat ik zoek in een centerback. Maar hij heeft een goede lengte, daarom zit hij in het team. Sean Cross ernaast. Wat 6-4-3, medium high work rate. Ik zei het net al, Gibbs. Ik heb hem ook al, ik had hem in mijn eerste BPL team. Hij zit ook hierin. Powerhouse, chemistry style, kan je niet mis mee gaan. Dan gooien we Sigurdsson. Nou, Sigurdsson zit in een goede redhead. High medium work rate, heeft een knijtergoed schot. Een zieke vrije trap en gewoon heel erg goede passing. Hij is totaal niet stijf of zo aan de bal. Dat betekent dat je makkelijk dat LT-RT dribbling met hem kan doen. Of L2-RT, het is maar net welke console je speelt natuurlijk. Dan gooien we James McCarthy. Nou, ook hij zat in het vorige team. Althans, één van de vorige teams die je kon zien. De hele afspeellijst van Squad Builder staat in de beschrijving. Hij is een goede reden dat hij erin zit. En dat kun je waarschijnlijk wel raden. Hij is gewoon echt een geweldige allrounder. Nou, Wilshere is de volgende CM. Niet zozeer een reden, behalve het feit dat hij natuurlijk officieel nog Arsenal-speler is. Uitgeleend aan Bournemouth dan wel. Dan Boyan op CM. Nou, dit is waarschijnlijk eentje die niet veel van jullie verwachten. Maar Boyan is legit een beast. Ik zal je straks uitleggen waarom. Je komt hem nog in de gameplay tegen. Je gaat ook clips van hem zien. Hij is bijzonder goed. Dan hebben we natuurlijk Defoe, ook al uitgelegd. Hunter chemistry style op hem is van een ander niveau. En Divock Origi. Naast het feit dat ik wel eens een Belg wilde proberen. Ik heb een paar Nederlands geprobeerd, ja, een paar Belgen. En hij is goed. Hij heeft bijzonder goede physical. Althans, qua strength zit hij vooral vrij goed. Dus ik was wel benieuwd naar hem. Natuurlijk ook 4-star skills, hij heeft enorm high medium work rates. Kan je nooit mis mee gaan. Dus dit is het team overall. Kost hij zo'n 45k. En ik zal je wat clips laten zien nu. Ik verloor slechts 1 game met dit team uit de 6 die ik ermee gespeeld heb. Ik weet dat bij sommige spelers zegt 8. De reden daarvoor is dat ik op een gegeven moment games startte. Dat waren tegen mensen die dan de squad builder challenges gingen doen. En dan wisten ze blijkbaar niet dat je voor die loyaliteitsbonus niet per se een online game hoeft te verkeerden dat je een los geeft. Maar goed, zonder al te veel gedoe, laten we nu eens wat clips gaan kijken. Nou, wat betreft teams die ik tot nu toe op YouTube geüpload heeft, is dit toch echt wel de beste. Nou, om meerdere redenen. Het is sowieso de BPL, wat al jarenlang mijn go-to competitie is. Niet zozeer omdat het veel snelle spelers heeft. Het heeft een paar spelers met skills, voor zover ik die kan slash doe. Het heeft gewoon alles wat ik zo'n beetje zoek in bepaalde posities en spelers. Wat natuurlijk wel super fijn is. Plus een paar van mijn persoonlijke favorieten in real life voetbalspeler. Wat natuurlijk ook altijd helpt. Plus ik ben voor Arsenal. Al dit soort dingen tillen bij elkaar op. Maar wat betreft spelers die ik zou uitleggen die heel goed werken. Bijvoorbeeld Boyan. Ik zei het al. Hij werkt enorm goed. Nou, de reden voor is ook niet zo heel lastig te bedenken natuurlijk. Het is met CAM, 82 rated. Het is met goede dribbling en pace al. De reden kan natuurlijk Dead Eye geven. Zoals ik in die chemistry style video ook zei. Het is het handigst om een chemistry style te geven voor de stats waar een speler nog het minst in is. Die je waarschijnlijk wel gaat gebruiken. Bijvoorbeeld een LW met goede pace en dribbling. Maar geen goede passing en shooting. Zo ook dus met Boyan. En het werkte fantastisch. Nou, degene die mij nog het meest verraste is denk ik Sigurdsson. Nou, Sigurdsson is iemand die ik vorig jaar nooit echt gebruikt zou hebben. Toen de game echt enorm pace georiënteerd was. En hij dus nooit echt inviel. Maar nu ik hem zo op CM kon zetten, ik dacht ik heb hem gepakt. Weet je wel, laat ik hem eens proberen. En zijn schot is heel goed. Maar wat nog het best verrast aan hem, is hij is helemaal niet zo sloom als dat je zou vermoeden. Ook heb ik het gevoel altijd met hem dat hij heel erg stijf is aan de bal. Hij dribbelde vrij goed. Wat ik natuurlijk belangrijk vind, ik gebruik veel LT-RT dribbling dit jaar. Ik heb het gevoel dat dat echt iets is wat werkt. Daarnaast natuurlijk ook sowieso korte passes. L1, althans L1 kruisje, LBA balletjes, werken voor mij enorm goed. De ballrol, weet je, de simpele skill moves zijn degene die voor mij vaak het verschil maken. Wat ik wel nog echt moet werken,
Wat dit team niet echt kan, voor mijn gevoel, is zo'n over-the-top throwball geven. Dus zo'n LB-eyepass, dat zijn geen dingen die werken dit jaar. Kan zijn dat ik het natuurlijk gewoon nog niet gemasterd heb en dat Daal niet werkt. Dit is trouwens de mooiste goal die ik tot nu toe heb gescoord in heel FIFA. Het ziet er echt belachelijk goed uit. En zo gaat het maar door. Maar dit team, ik verloor er dus 1 game mee in 6. Waar ik uiteindelijk best tevreden mee ben. Want zoals ik al zei over wat betreft Missy Markook, ik ben totaal nog niet goed. En dat is ook de reden dat ik het gewoon nog steeds niet gedaan heb. Is de simpele reden. Waarom zou iemand tips geven als die persoon niet echt goed is in wat hij aan het doen is? Ik bedoel, ja, natuurlijk, je kan. Maar ik heb het gevoel dat ik er niet de juiste persoon voor ben op dit moment. Dat gezegd te hebben, wil ik wel veel blijven spelen. Ik wil beter worden in deze game, goede teams maken, tips kunnen geven, zodat jullie hopelijk ook meer kunnen genieten van FIFA. Het enige nadeel van FIFA op dit moment weet ik dat er geen Gold Cup is, waardoor zowel single games als divisies vol zitten met tryhards. En ik had altijd het gevoel dat single games, doordat er de Gold Cup was, een beetje, zeg maar, het was leuk om te spelen. Het was een beetje van, je deed het voor je lol. Hetzelfde geldt voor de Gold Cup. Dat was een beetje afwisseling. Nu is het gewoon, je moet serieus en gefocust zijn, voor mijn gevoel dan. Maar goed, dit team was awesome. Hopelijk vonden jullie het ook awesome. Als dat zo is, laat het dan vooral merken via een like rating. En dan zie ik jullie later. Tot ziens.